inwoners van Pelemaas zijn zeker trendbewust. Ik denk wel dat we moeten zien dat we geen stad zijn, maar nog steeds gewoon een dorp. Iets bescheidener dan de grote steden rondom Amsterdam en Utrecht. Maar ik denk dat wij als Pelemaas zeker niet mogen klagen en er goed bij lopen. Is er genoeg aanbod in het centrum van Panningen voor de mensen die met mode bezig zijn? Ja, ik denk zeker dat er genoeg aanbod is, vooral op het gebied van damesmode. Herenmode zou misschien nog wel wat meer aanbod mogen zijn. Dankjewel. Goed zo. Hoi. Dag. Hoi. Mogen die achter de zijn, hè? Ja. De verstandhouding tussen de modezaken hier in Panningen, hier in het centrum, zijn heel erg goed. Wij mogen gebruik maken van verschillende etalages om onze schoenen bij de kleding te presenteren. Er worden ook verschillende evenementen georganiseerd, zoals modeshows, waar wij samen met kledingwinkels de schoenen kunnen laten presenteren door modellen op de catwalk. En zijn er andere evenementen waar we samen iets mee willen doen, we kunnen altijd rond de tafel zitten en het werkt perfect. Als je sieraden in kan doen, kleintje of een grote. En dan een strekje kun je daar nog. Ja. Mijn thuisgevoel van Panningen is de ongedwongen sfeer. Laagdrempelig. Gewoon binnenlopen, even een praatje maken met een verkoopmedewerkster. Toch nog even door de collectie kijken. Nou, mocht er dan iets blijven plakken, dan is dat meegenomen. Maar er moet ook zeker een sfeer heersen waar dat niet altijd nodig is. De deuren moeten altijd openstaan. En ik denk dat dat in een dorp vooral heel erg belangrijk is. Van de winkel proberen we toch zodanig na te bootsen dat je echt een thuisgevoel hebt. Een eigen keukentje erin, mensen koffie te geven, een lekker stoel te geven, een glaasje water als ze dorst hebben of iets anders. Ook een beetje amicaal met mensen omgaan. En ook vooral goed luisteren naar mensen, dat is ook belangrijk. Ja, gebeurt dat hier veel? Mensen voor een praatje lekker binnenlopen? Voor een praatje en het gevoel en wat ze willen kopen en waar ze iets voor nodig hebben, voor welke gelegenheid. Je hebt gewoon heel veel achtergrondinformatie. En deze is een live natuurlijk. Sinds kort zit ik in het bestuur van het centrummanagement. Eigenlijk als enigste vrouw om een beetje een vrouwelijke touch aan te geven. Kijk, nu zijn de bloembakken weer opgehangen. Dat vind ik natuurlijk ook heel belangrijk. Een beetje sfeer en Panningen. Ja, een beetje andere kijk op dingen als de zakelijke mannen eigenlijk. Dus als je door het centrum loopt, dan kijk je niet alleen naar je eigen winkel, maar kijk je ook van hoe staat het centrum van Panningen erbij? Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Hoe komt iemand binnen? Wat ervaar je? Wat beleef je? Dat is gewoon heel belangrijk. Wordt er veel samengewerkt met de ondernemers hier in het centrum? Ja, vind ik van wel. We werken ook vaker samen met modeshows, dus alle winkels samen, alle modezaken samen. Brillenzaken, schoenzaken. En om toch een leuk geheel te krijgen naar de consument toe. Dat ze echt binnenkomen in Panningen dat ze zeggen, wauw, wat is hier aan de hand? Nou, we gaan heel veel plezier ervan, hè. Dat is wel fijn. Bedankt. Waar koopt u uw kleding? Nergens, want ik maak alles zelf. In Panningen? In Venlo, in Utrecht. Voornamelijk in Utrecht. Ja, op internet. Oh, overal. Ja, vooral in Panningen, ja. Waarom Panningen? Ja, dicht in de buurt, makkelijk, leuke winkels. U vindt wat u zoekt? Ja. Voldoende aanbod? Jawel. Meestal koop ik mijn kleding online, omdat ik persoonlijk in de buurt zijn er niet echt winkels met de stijl die ik leuk vind. Dus voor u is het aanbod van Panningen niet compleet genoeg? Jawel, dat wel, maar voor heel veel andere dingen. Voornamelijk de markt, wat ik heel fijn vind, de winkels, maar speciaal voor kleding, dat zoek ik vaak ergens anders. Wat zou u in Panningen achterbij willen hebben? Voor de verrassing wel. Iets meer herenkleding. H&M of Primark of zoiets. Wat zou u in Panningen nog bij willen hebben? Sting. Nou wel. Ja, een grote keten. Ja. Vind je dat er genoeg aanbod is aan kleding en schoenen in het centrum van Panningen? Er moet altijd nog wel wat bij, hè? Ook voor andere dingen als de action of zoek het, dat willen we nog wel erbij, hè? De mode is mooi. Ik ben ook echt benieuwd deze daar. Ja, ik kan ook zien dat we daar ook even. Dat doe ik ook wel eens als een hemd wat dan een beetje in de hoed kunnen.
In crème of in zwart. Dat is goed. Kieken we even. Ja. De charme van panningen vind ik persoonlijk, het is gewoon allemaal wat persoonlijker. Ook qua klanten helpen, het is ja, meer het huiskamergevoel. Kom binnen, het is mi casa tu casa. En dat straalt panningen ook wel ergens uit, zeg maar. Dus je thuis voelen. Ja. Ik heb in de winter zo'n rukje gekocht, zo'n wollig met zo'n vertrunken. Ja. Ga ik dat aangegooid aan mijn man en die is ook gegeven zo'n dit jasje. Qua winkeliersvereniging vind ik ook dat panningen ja, gewoon met kop en schouders hier in de regio ja, zich onderscheidt. En ook onderling met elkaar. Dat gaat ja, gemoedelijk. En dat vind ik ook heel prettig. We zijn allemaal individuelen, maar je vormt één centrum. Kijk, als ik hier aan mijn eentje zou zitten, zou het ook niet fijn zijn. Dus je hebt elkaar ook nodig om een centrum te vormen. Kijk, heel snel, hè? Dit is echt snel en vast, denk ik. Iedereen wilt er toch leuk op staan. En je ziet ook aan het centrum een groot aanbod aan schoenzaken, kledingzaken, veel kappers. Dus ik denk dat het modegevoel wel goed zit. Nu hoor je dat van anderen van er is veel aanbod in panningen, in hartje panningen qua mode. Ja. Alleen die heren, jongere dingen zijn wat minder. Dus. Klopt, ja. Misschien is dat iets voor de toekomst weer om weer op te pakken. Dus, ja, dat is iets wat wel nog wel door mijn hoofd speelt. Dus wie weet. Angela, we eindigen het programma altijd met de wens voor het Centrum van Panningen. Heb je een wensengedachte? Tuurlijk, wensen genoeg. Maar ik zal de belangrijkste wens opschrijven. Oké, ga je gang. Oké. Klaar? Staat erop? Ja, staat erop. Dan mag die in de groene bus. Oké. Nou, spannend, hè?